Ja, wat ik me ook nog herinner van vroeger. Ja, in ieder dorpje zouden ze bekans een heks en een lonneke een oude verhoging. En dat was zo'n klein uitvruiken. En maar van ons die liet dat sokken strikken, hè. En, maar ja, volgens de mensen, ja, mocht hij niet met de hand aan het kind komen, of het kind wordt behekst, en dan krijgt dat van die onmogelijke ziektes, hè. Zo was dat vroeger, hè. We willen maar sensatie hebben. Maar we moesten het hebben wat kraakte, al dat gedaan was. Ik kan me goed herinneren dat ik een kogel, een geweerkogel, in bij ons in de gloeiende kachel heb gegooid. En dat de minuut of drie daarna is de ontplof, was me een stuk van de stoofbol afgevallen. De deksel worden kapot gevlogen, die bovenop waren. Maar het was nog niks. En wie de andere kwam, die heb ik zo goed geroffeld gekregen, heb er dikke wat gekregen bij ons. Oei, oei, maar nog te min, ook er nog maar meer gekregen. En toen in die tijd gingen dan de Tumkes en vrouwen naar terug voor te bevallen, voor de kinderen te krijgen. Ja. En dat was allemaal, in die tijd worden die hospitalen niet geregeld. Wie nou de hele vieze wasmeester met de afbrengen. En Tumkes uit op de bus, de Hollandse bus, en daar hoorden de hele tijd de controleurs op voor te controleren. En dan Tumke de kinsen. Ja. En in die kalbaas zo'n kratsen. En Tumke zou kratsen met die prater en zit ze in de stroom. We gingen verspelen de aarders. Ja. Dus de boeren hadden meters toe, hè, ja. Naar de ouds. En dan gingen we kruipen verop. Smutsjes. Boven in de tube van die dingen. En dan lieten we zo afschroefelen. Hè. Het was plezierig. Ja. En verdogen dat dan. En in één keer huren gaan niet kijken. Was hij stond dan echt tegen, met de tube. Ja. En dat was toen ik. Maar dat was het geweest. Dat was het geweest.